In deze video ga ik een schilderij maken. En je kunt als je wil in Photoshop gebruik maken van het filter olieverf. En dat vind je hierboven bij filter styleren en dan heb je daar olieverf staan. Maar het kan zijn dat dat bij jou grijs gekleurd is. Het kan namelijk zijn dat je videokaart dit niet ondersteunt. Want dit filter is afhankelijk van de videokaart die je hebt. Er zijn een aantal videokaarten die Adobe ondersteunt waarmee dit filter actief wordt. Maar ik ga dit filter juist niet gebruiken. Ik ga je een manier laten zien waarop je een uh, schilderij effect kunt bereiken zonder het olieverf filter. Om te beginnen ga ik eerst mijn laag dupliceren. En de laag eronder daar dubbel klik ik even op de naam en die noem ik origineel. En dat doe ik speciaal omdat ik hem dadelijk eigenlijk gewoon wil vergelijken met mijn originele foto. Dus in principe, deze laag is de basislaag. En wat ik met deze basislaag ga doen is eigenlijk gewoon eerst een heel klein beetje kleurtoning. En dat doe ik via afbeelding, aanpassingen en dan schaduw en hooglichten. En je ziet dat hij daar met deze standaard komt. En dit vind ik echter niet zo fraai. Dus ik zet mijn hoeveelheid schaduwen omlaag. Als je het helemaal op 0 zet, blijf je natuurlijk bij origineel. En ik geef hem echt gewoon maar een hele kleine boost. Gewoon dat net het verschil eraf is. En als je je hooglichten omhoog zet, dan denk je dat, uh, dat je misschien meer hooglichten krijgt. Nee, dat doe je juist niet. Als je de hooglichten omhoog zet, dan ga je ze eigenlijk een klein beetje temperen. En laat ik die in dit geval eens. Gewoon op 0 houden en ik druk op OK. Ik zie al in mijn histogram dat ik geen uh, echte absolute hooglichten heb. Dat ga ik heel makkelijk oplossen met niveaus. Je drukt op Ctrl-L voor niveaus als je de sneltoets wil gebruiken. En anders ga je gewoon bij aanpassingen naar niveaus. En het enige wat ik doe, is gewoon de slider hier rechts een heel klein beetje naar links slepen. Zodat alles vanaf de waarde 240 doorgepusht wordt tot 255. En ik druk op OK. Als ik de basislaag uitzet, dan zie je dat ik al een klein verschil heb. Ik heb een grotere invulling van mijn schaduwpartijen en ik heb een kleine boost in de uh, highlights. En hier ga ik dus mee verder. Om te beginnen ga ik deze laag dupliceren. Een van de effecten die je namelijk moet doen voor het olieverfschilderij, is het verscherpen van je foto. Eigenlijk gewoon een klein beetje tot in het extreme. En verscherpen, dat doe je altijd op 100%. Dus ik zoom in naar 100%. En ik ga deze laag ga ik verscherpen met het hoogdoorlaatfilter. En dat vind je bij filter overige hoogdoorlaat. En er wordt dan een detectie gemaakt op basis van de randen. En die worden benadrukt. En de rest wordt eigenlijk gewoon egaal grijs. En ik druk op OK. Nu heeft deze laag nog een klein beetje kleur in zich. Als ik bijvoorbeeld eens extreem inzoom, dan zie je dat die lippen eh, gewoon bestaan uit rood. Er zit cyaan in. Maar ik wil dat allemaal niet. Ik wil deze laag gaan gebruiken als verscherping. En daar kan ik eigenlijk geen kleur in gebruiken. Dus ik ga de verzadiging eruit halen. En dat doe ik via afbeelding, aanpassingen. En dan heb je hieronder staan een minder verzadiging. Of je kunt natuurlijk Shift- en Ctrl-U gebruiken. En al mijn verzadiging is opeens uit mijn laag. Dus ik ga even terug naar 100% en deze laag, daar ga ik de dekking van veranderen. Ik ga de dekking van normaal op bedekken zetten. En al het grijs wordt dan gewoon neutraal. En alles wat niet grijs is in die laag, dat gaat meespelen in de onderliggende laag op de foto. Als ik hem bijvoorbeeld uitzet of aan, dan zie je dat ik een verscherping heb. Dit is op zich prima en deze ga ik samenvoegen met mijn basislaag. Dus ik klik op de laag met mijn verscherping. Basislaag kopiëren heet die. En ik druk gewoon heel simpel op Ctrl-E om hem naar beneden te halen. Deze foto mag echter nog een tikkeltje scherper. En ja, het lijkt erop alsof het dan echt oververscherpt is. Niet druk om maken, valt dadelijk allemaal gewoon weer weg. En dat doe ik via verscherpen en dan onscherp masker. En de waarden die je hier kiest, dat is een klein beetje afhankelijk van je foto. Ik ga voor een hoeveelheid van 150% en een straal van 2 in dit geval. En ik druk op oké. OK. En ik heb een echte zwaar verscherpte foto. En dat gaan we nu aanpakken. Want nu gaan we eigenlijk een beetje het olieverf effect erop doen. En dat doe je via een filter. Maar voordat ik daaraan begin, ik moet dat in een paar stappen herhalen. Dus ik ga dat vastleggen in een action, in een handeling. Dat maakt het voor mij eigenlijk gewoon makkelijker. Dus ik open het handelingenpaneel. En zie je dit nou niet, dat kun je ook hierbij venster en handelingen bereiken. Of via de sneltoets Alt F9. En ik ga een nieuwe handeling aan maken. Ook daar heb ik al een filmpje over gemaakt. Klik anders even hierboven. Dus ik maak een nieuwe handeling. Die geef ik geen naam. Dat is allemaal veel te veel werk. Deze handeling kan dadelijk weer weg. Het filter wat je moet gaan gebruiken om het olieverf effect er aan te geven. Dat zit bij styleren. En dan heb je daar onscherp. En als je daarop klikt, dan krijg je het volgende filter voor je neus. En daar heb je verschillende opties in. En de modus die jij moet hebben, die is niet isotropisch. Dus als je daarop klikt, nou, de voorvertoning staat aan, dus we zien op de foto al een klein beetje wat er gebeurt. En je ziet dat dat schilderij-effect eigenlijk gewoon al in de foto terechtkomt. En ik druk heel simpel op OK en het wordt toegepast op mijn foto. Echter is dit nog niet genoeg. En dit effect komt altijd van dezelfde kant. Nou, en om dat dan van een andere kant te laten komen, ga ik de foto een kwartslag draaien. En dat doe ik via afbeelding. Afbeelding roteren en 90 graden met de klok mee. En nu moet ik het hier eigenlijk nog een keer op toepassen. Maar zoals je wist, ik was bezig met een handeling en ik ga die handeling nu stoppen. En als je de handeling afspeelt, dan gaat hij nu dat onscherpeffect toepassen en hij gaat hem weer roteren. Dus ik druk op afspelen voor de handeling, hij past het verscherpen toe en hij roteert mijn foto. En dat doe ik net zo lang totdat hij weer in de originele positie staat. En je ziet dat effect is al beter dan wat we in eerste instantie hadden. De handeling kan ik nu weggooien, want die heb ik niet meer nodig. En ik moet nu het onscherp effect nog één keer toepassen. En dat vind je hierboven weer bij filter. Je zou naar stileren en onscherp kunnen gaan, maar je kunt ook gewoon het effect hier herhalen. Of met de sneltoets Ctrl Alt en F. En vervolgens wordt het dus weer toegepast. Je bent er nog niet helemaal. Wat je nou eigenlijk moet doen is gewoon alles nog een tikkeltje zachter maken. En dat doe je via filter, ruis en dan ruis reduceren. En de waarden die je hier kiest zijn vrij eenvoudig. De sterkte zet je helemaal naar rechts. En alle andere sliders zet je gewoon helemaal naar links. En je ziet eigenlijk wat het verschil is. Als ik bijvoorbeeld de voorvertoning aanzet, dan wordt het allemaal gewoon nog een tikkeltje zachter. En ik druk op OK. Ik ben echter wel mijn details kwijt. En dat ga ik doen op dezelfde manier als in de voorbereiding voor mijn foto. Toen hebben we de foto eerst met hoogdoorlaten verscherpt en daarna nog met onscherp masker. En dat doe ik nou eigenlijk precies andersom. Dus ik ga naar filter, verscherpen, onscherp masker. En ik kies een lagere hoeveelheid, in dit geval 100%. En de straal weer rondom de 2. En ik druk op oké. OK. En ik ga nog een keer het hoogdoorlaat filter toepassen. Dus ik dupliceer mijn me laag met ctrl-j. En bij filter overige hoogdoorlaat. En ik hou weer die radius van 2. En om de kleurtjes niet te veel terug te laten komen, trek ik weer de verzadiging uit deze laag. Dus dat doe ik met Ctrl-Shift en U. En ik zet ook deze op bedekken. En vervolgens zie je dus gewoon dat de scherpte verder terugkomt in de foto. En deze laag kan ik ook verenigen met de laag daaronder. En dan heb ik dus gewoon weer één laag met het hele olieverf effect eroverheen. Als je ziet, hier ben ik begonnen en dit heb ik er uiteindelijk gewoon in een handomdraai van gemaakt. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.